Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video, wees de baas en bepaal je eigen regels. Nou ja, ik bedoel eigenlijk gewoon regel afstand. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Hey, we blijven even bij dit lijstje. En want ik moet even hebben over regel afstand. Ik kan het even allemaal selecteren. En dan ga ik met mijn rechtermuisknop klikken. En dan klik ik hier in het mega menu op Alinea. En als ik op Alinea klik, dan krijg ik hier dit scherm. En het ziet er best wel een beetje indrukwekkend uit, want je kan er ongelooflijk veel dingen aanklikken. En ik zou er ook een heleboel over kunnen vertellen, maar ik vertel alleen het meest belangrijke. Hier vind je de dingen over afstand. En hier voor en na. En als je die na getal op 0 zet, en deze regelafstand erna bijvoorbeeld op enkel, en druk dan op oké. Hoppakee, dan staan ze zo dicht bij elkaar als dat je maar zou kunnen bedenken. Nou, ik kan ook die regelafstand iets groter maken. Rechte muisknop. Klik ik hier weer op Alinea. En dan krijg ik hier weer dit scherm. En in plaats van bij deze regelafstand, klik ik niet op enkel. Maar ga ik kiezen voor bijvoorbeeld dubbel. En dan klik op dubbel. En dan krijg ik dus een dubbele regelafstand. En op die manier heb ik dat dus zo te pakken. En als ik bijvoorbeeld een 8e item zou willen toevoegen, dan doet hij dat ook met een dubbele regelafstand. Ja, is een beetje veel. Ik kan het nog een keer laten zien. Rechtermuisknop, Alinea. En hier regelafstand kan ik ook kiezen voor 1,5. En dan klik ik op hoppakee. En dan is de regelafstand 1,5. En zo werkt het dus met opsommingstekens, lijstjes. Maar dat kan ook met tekst. En ik heb hier een stukje tekst en dan kan ik zo selecteren. Druk ik weer op rechtermuisknop, klik ik hier op Alinea. Dan krijg je weer dit schermpje. En ik zet hem altijd op 0 en op 0. En hier bij de regelafstand kan ik bijvoorbeeld kiezen voor enkel. En dan staan ze dus veel dichter bij elkaar en past er veel meer op de pagina. Is misschien wat minder goed leesbaar, dus je kan hem ook gewoon op 1,5 zetten. Hè? Dan heb je opeens heel veel pagina's gemaakt als je een groot verslag hebt getypt. Nou, en op die manier kun je dus de regelafstand instellen in Word.